Yo, welkom bij Geld op Geld. Nou, laten we dit filmpje even hebben over de status van de beurs, wat er allemaal gaande is. De beurs is de laatste twee weken ongeveer namelijk een klein beetje gezakt. Er is weer wat meer negativiteit, maar aandelen zijn nog steeds eigenlijk vrij prijzig. De beurs is toch wel vrij duur op dit moment, terwijl er vrij veel negativiteit is. En als je het mij vraagt, zouden aandelen zeker ook nog meer kunnen zakken. Maar wat dan? Wat te doen? Hoe kan je nou je portfolio beschermen of verzekeren als je denkt dat aandelen nog meer kunnen zakken? Ik denk een hele interessante en ik ben me er zelf ook op aan het voorbereiden voor het geval we eventueel verder zouden zakken. Dus laten we erin duiken. Het is vandaag weer een licht rode dag op de beurs. De Nasdaq staat nu 0,77% in de min. De SP500 min 0,45%. Kan natuurlijk nog alle kanten op gaan. Maar we weten allemaal wat er is gebeurd in 2020 een. Enorme daling, hele snelle daling. Toen een enorme stijging, flinke daling. En het afgelopen half jaar ongeveer flinke stijging. En nu de laatste twee weken een klein dipje. Nou, vanwege dat dipje is men nu weer bang dat de beurs nog meer zal zakken. Kan natuurlijk zeker gebeuren. Ik heb zelf ook geen glazen bol. Niemand heeft een glazen bol. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Zeker niet over de korte termijn. Maar laten we er even wat dieper op ingaan. Want wat is er nu gaande? Nou, vorige week kwam uh, de Fitch op 1 augustus met een downgrade. Fitch downgrades US long-term rating to AA plus from AAA. Op zich wel bijzonder, een downgrade van Amerika eigenlijk, omdat er zoveel schulden zijn die alsmaar hoger, hoger en hoger worden. Nou, van de week kwam Moody ook met een downgrade van eigenlijk de 10 grootste banken zo'n beetje van Amerika. En daar reageerde de beurs ook niet goed op. Nou, verder weten we natuurlijk ook al dat rentes heel erg hoog zijn. Rentes zijn enorm hard gestegen, zoals we ook hier kunnen zien. Rentes staan nu eigenlijk ongeveer net zo hoog als net voor de kredietcrisis. Ook net iets meer dan 5%. Nou, toen kregen we echt een enorme crash, een van de grootste crashes ooit eigenlijk. SP500 was ongeveer gehalveerd toen ook. En zou dat nu weer kunnen gebeuren? Ik denk dat die kans heel klein is, maar goed, alles kan natuurlijk. Wat ik wel weet, en wat ik wel denk, is dat als rentes enorm hard stijgen, zoals nu eigenlijk ook. En als rentes lang hoog blijven, dat die hoge rentes wel zorgen voor meer druk op de economie. Dus het zou zomaar kunnen dat we, zeg, de komende maanden, misschien het komend jaar ongeveer. Wat meer negativiteit gaan horen, dat we inderdaad misschien een recessie gaan krijgen. En dat we hier en daar misschien wat scheuren gaan zien in de economie vanwege die hele hoge rentes. Nou, het is wel weer zo dat nu wordt verwacht dat de Fed 20 september, over iets meer dan een maand nu, dat ze rentes niet meer zullen verhogen. De kans is nu 90,5% dat ze rentes gelijk zullen houden. Dus op 5,25 tot 5,5%. Het duurt nog langer dan een maand en we krijgen nog heel veel verschillende. Data en dingen te horen, nu de komende nou, maand ongeveer. En daar zal de Fed ook op inspelen. Maar nu wordt wel verwacht dat ze die rentes ongeveer gelijk zullen houden. Nou, we hebben gisteren inflatiecijfers gekregen. Inflatie gaat natuurlijk flink omlaag. Gisteren wel een kleine stijging, maar nou, wel hoger dan. Of sorry, laag dan werd verwacht, maar hoger dan een maand eerder. Vandaag hebben we PPI-cijfers gekregen. Dus inflatie voor de producent. En die was dan weer slecht. 0,8% terwijl 0,7% werd verwacht. En ook iets hoger dan een maand eerder. Dus ja, inflatie gaat zeker de goede kant op. Al nou, zijn deze cijfers van gisteren en vandaag wel een beetje discutabel. Maar goed, inflatie gaat in ieder geval wel de goede kant op. En zo zie je wel dat die rentes veel nut hebben. Nou, verder hebben we nu al. ...een hele hoop kwartaalcijfers gekregen van afgelopen kwartaal. We zitten nog eigenlijk midden in earnings season. Maar de meeste bedrijven hebben ondertussen wel kwartaalcijfers bekendgemaakt. Nou, 84% van de bedrijven in SP500 hebben kwartaalcijfers bekendgemaakt. 79% van die bedrijven in SP500 hebben meer winst gerapporteerd... ...dan wat werd verwacht door analisten... 65% van die bedrijven hebben meer omzet gerapporteerd dan wat werd verwacht. En dat is op zich helemaal prima. Nou is het vaak ook wel zo dat meer dan de helft van de bedrijven meer omzet en meer winst rapporteren. Maar alsnog, prima cijfers in principe. Nou, als we kijken naar het tweede kwartaal van 2023 zien we wel een min wat betreft de winsten, wat betreft IPS een min van 5,2%. Nou, verder als we even naar de waardering gaan kijken. Natuurlijk ook altijd een hele belangrijke. De forward PE ratio van de SP 500 die is nu 19,2. En 19,2 is toch historisch gezien echt wel aan de hoge kant. Nou, hier ook een heel mooi overzicht als je het mij vraagt. In het lichtblauw zien we de SP 500. Dit heb ik ook natuurlijk vaker bijgepakt. En in het donkerblauw zien we de Forward 12 month EPS, oftewel de verwachte winst van bedrijven voor de komende 12 maanden. En wat we ook meteen zien is dat SP500 ongeveer in lijn reageert met de verwachte winsten van bedrijven. En als we na een half jaar teruggaan, dan ja, heb ik dit overzicht er ook bij gepakt. En toen zaten we echt precies gelijk, dus SP500 precies gelijk met die verwachte winsten. Maar nu dat SP500 enorm hard is gestegen het afgelopen half jaar, zit de SP500 toch echt wel flink boven de verwachte winsten voor de komende 12 maanden. En je zou misschien wel kunnen zeggen, als je hiernaar kijkt, dat nu de SP500 misschien wel prijzig is geworden. Wat je natuurlijk niet graag hebt. Het liefst heb je natuurlijk dat de SP500 goedkoop is. Als je wil kopen, het liefst heb je natuurlijk dat je aandelen zo goedkoop mogelijk koopt. Bijvoorbeeld lager dan die verwachte winsten, of naar andere factoren waar je natuurlijk allemaal naar kan kijken. Maar aandelen zijn toch wel vrij prijzig. Dat kunnen we ook hier zien. Als we naar de forward PI ratio gaan kijken van bedrijven in de SP500. Dan zien we hier boven de large caps. Die hebben nu een forward-pi /E ratio van ongeveer 19. Mid caps ongeveer 14. Small caps 13,9. En op zich, als je hiernaar kijkt, dan zie je dat small caps op zich relatief goedkoop zijn. Als je nou, helemaal teruggaat tot 1999. Mid caps zijn ook relatief goedkoop. Maar large caps zijn natuurlijk enorm hard gestegen nu het afgelopen half jaar ongeveer. En zijn weer vrij prijzig geworden. Met een forward-pi /E ratio van ongeveer 19. En dat is natuurlijk ook zo. Apple is enorm hard gestegen. Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla, Nvidia. Echt alle grote bedrijven zijn enorm hard gestegen het afgelopen half jaar ongeveer. En daardoor zijn ze nu gewoon ja, zo'n beetje het duurst van de afgelopen, zeg, 20 jaar. Misschien goedkoper dan, zeg, in 2020, 2021. Maar goed, toen waren rentes weer veel lager dan nu. Dus dat hangt er ook een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. In ieder geval zijn large caps gewoon vrij prijzig. Nou, ook als we naar de. PI-ratio gaan kijken, dus niet de Ford-PI-ratio, maar echt de koers-winstverhouding op dit moment, die is 25,51. De PI-ratio is nu historisch gezien gewoon echt wel vrij prijzig. Dus ja, er is wel onzekerheid, want zal inflatie laag blijven? Zal inflatie nog meer zakken? Wat gaan die hoge rentes doen? Wat zullen bedrijven doen? Zullen we nog meer scheuren zien in de economie, bij banken of bij andere bedrijven? In dat opzicht is er wel negativiteit, plus aandelen zijn toch wel vrij prijzig. Dus wat te doen? Hoe kan je daarop inspelen? Hoe kan je je nou voorbereiden op een eventuele daling? Want we weten allemaal niet precies wat er gaat gebeuren. Misschien dat aandelen de komende 2, 3, 4, 5 jaar gewoon netjes omhoog, ieder jaar zullen blijven stijgen, stijgen, stijgen. Kan natuurlijk gebeuren. Maar misschien ook niet. En wat als dat niet gebeurt? Wat dan? Hoe kan je daar alsnog van profiteren? Nou, wat je kan doen is natuurlijk gewoon verkopen, niet meer investeren, misschien zelfs short gaan en hopen dat de beurs zal zakken. Nou ben ik daar zelf niet de grootste voorstander van. En ik denk toch dat de meeste mensen die dat doen. Die dan daarop inspelen op die manier. En vooral degenen die dan short gaan. Vaak loopt dat niet goed af. Heb ik wel gemerkt. Uh, en dat is ook trouwens misschien een interessante. Dat is vaak wel hoe zogenaamde perma bears worden geboren. Je hebt natuurlijk bears en je hebt bulls. Je hebt sommige mensen die zijn heel bullish. Echt van die perma bulls. Die alsmaar denken dat aandelen zullen stijgen, 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 stijgen. En dan heb je ook van die perma bears. Die altijd negatief zijn over... Alles. Nou, vaak worden die permabers geboren. Als ze uh, juist short gaan of als ze verkopen en als aandelen dan juist gaan stijgen, stijgen, stijgen. En dan blijven ze negatief en dan blijven ze maar hopen dat de beurs zal zakken, zakken, zakken. En zelfs als de beurs dan zakt, dan vinden ze het niet genoeg. Want ze willen dan dat de beurs nog meer zal zakken. Omdat ze al die stijgingen hebben gemist. Want over de lange termijn gaan aandelen nou eenmaal vooral omhoog. Dus echt alles verkopen, short gaan en al dat soort dingen zou kunnen en je, je moet helemaal zelf weten natuurlijk wat je gaat doen, maar ik ben daar persoonlijk geen voorstander van. Ook als je naar de grootste beleggers, de legendarische beleggers kijkt, zijn er een aantal die heel negatief zijn, eigenlijk ook wel bears. Nou, neem als voorbeeld, Jeremy Grantham, een hele bekende, daar heb ik ook een filmpje over gemaakt in het verleden. Nou, legendary uh, investor Jeremy Grantham says the stock market could crash 50% this year as the bubble enters its final phase. Nou, dit was begin 2023, toen was hij heel negatief. Toen waren veel mensen heel negatief. En uiteindelijk is de beurs het afgelopen half jaar enorm hard gestegen. Terwijl hij dacht dat de beurs met 50% zou zakken of misschien wel meer. En dat de bubbel zou barsten. Nou, dit is iets wat hij eigenlijk ieder jaar ongeveer, soms zelfs een paar keer per jaar uh, voorspelt. Dat de beurs enorm hard zal zakken en vroeg of laat gaat hij wel gelijk krijgen. Maar dit soort dingen... Hoor je van sommige legendarische investeerders van hele bekende investeerders... maar bijna al die investeerders, waaronder Jeremy Grantham... maar ook een Michael Burry en andere bekende... veel van hun zitten nog steeds met een groot gedeelte long. Want Jeremy Grantham, met zijn portfolio, met zijn hedge fund... zit hij met een heel groot gedeelte, met volgens mij meer dan 20 miljard dollar... zitten ze gewoon long. Met Microsoft als grootste positie en dan Meta, Amazon, Alphabet, United Health, Apple... Lam Research, JNJ en ga zo maar door. Allerlei andere aandelen waar ze vooral long mee zitten. Dus ook al is Jeremy Grantham heel negatief en denkt hij inderdaad dat de beurs met 50% zou kunnen zakken, hij zit ook met het grootste gedeelte gewoon long. Uh, en dat doe ik zelf ook. Ik zit ook met het grootste gedeelte long. Maar alsnog kan je een aantal dingen doen om daarop in te spelen. Wat Jeremy Grantham ook doet, met bijvoorbeeld opties en andere dingen. Maar laten we dat even bespreken. Want. Wat zou je kunnen doen als je wel optimistisch bent over de lange termijn, wat ik zelf ook ben, maar je wil er alsnog op inspelen voor het geval de beurs eventueel zou zakken? Nou, ik denk dat er vooral drie dingen zijn die je zou kunnen doen. Ten eerste zou je je cashpositie kunnen opklikken, wat ik eigenlijk ook heb gedaan de afgelopen weken. Misschien ondertussen wel de laatste nou, twee maanden ongeveer. Ik heb hier en daar gewoon wat winst genomen. Ik heb hier en daar een aantal groeiaandelen verkocht die enorm hard zijn gestegen. Ik heb mijn positie in Microsoft gewoon gesloten. Die heb ik zo'n nou, zeven, acht maanden geleden heb ik die uh, zitten kopen. Nou, is enorm hard gestegen. En ik heb nu mijn positie in Microsoft compleet gesloten. Salesforce, precies hetzelfde verhaal. Enorm hard gestegen in een half jaar tijd. Positie gesloten. Uh, Palantir is echt meer dan verdubbeld. En ook mijn positie in Palantir gesloten. Um, verder even kijken. Draftkings heb ik gesloten. En in ieder geval een aantal groeiaandelen die enorm hard zijn gestegen... Heb ik of gesloten, of hier en daar een plukje van verkocht. En zo heb ik gewoon wat meer cash voor het geval we eventueel omlaag gaan. Als de beurs nu gaat stijgen, vind ik dat alsnog helemaal prima, want ik zit nog steeds met het grootste gedeelte long. En dan heb ik nog steeds natuurlijk profijt van als de beurs gaat stijgen. Maar persoonlijk vind ik het ook heel fijn om gewoon wat cash achter de hand te houden voor het geval we eventueel omlaag gaan. En dat is in ieder geval iets wat je kan doen. En dat is ook iets heel makkelijks om te doen, natuurlijk. Gewoon aandelen verkopen of gewoon je cashpositie opkrikken door misschien wat minder maandelijks te investeren. Of, nou, het hangt natuurlijk van je eigen strategie af. Maar optie 1 is gewoon om je cashpositie wat op te krikken voor het geval we eventueel omlaag gaan. Nou, optie 2 zou kunnen zijn om gewoon wat meer stabiliteit toe te voegen aan je portfolio. Wat ik de afgelopen paar weken ook aan het doen ben. Kijk, je hebt natuurlijk hele volatiele aandelen en wat minder volatiele aandelen. Nou, neem als voorbeeld Tesla. Tesla is gewoon een heel volatiel aandeel. Tesla heeft een hoge beta en nou, dat zie je nou vandaag bijvoorbeeld een min van meer dan 2%. Ik denk zelf dat Tesla ja, zomaar naar de 200 of nog zelfs lager zou kunnen zakken op de korte termijn. Maar nog steeds blijf ik met het grootste gedeelte in Tesla zitten omdat ik wel optimistisch ben over de lange termijn. Maar ik kan je nu al vertellen, als de S&P 500 met zeg 10% zakt, met 15% zakt, misschien met 20% zakt, wat echt wel een flinke daling weer zou zijn, dan gaat Tesla waarschijnlijk met 30, 40, 50% zakken. En ik kan je vertellen dat als de SP 500 met zeg 20% zakt, dat een Nvidia met 40, 50, 60% gaat zakken. Dat een Palantir flink zal zakken. Dat een AMD flink gaat zakken. Dat aandelen die veel groei ingecalculeerd hebben, die een vrij hoge waardering hebben, die heel volatiel zijn, die een hoge beta hebben, dat die over het algemeen meer zakken. Dus wat je eventueel zou kunnen doen, is wat meer stabiliteit toe te voegen aan je portfolio. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld onlangs Fiji Properties toegevoegd als Reed. Nou, zo zie je vandaag ook Fiji Properties min 0,34%. Um, nou, hoog dividendpercentage. Dus zelfs als de bus wat zakt en als Fiji wat zakt, krijg je tenminste nog wel wat dividend. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan een Realty Income Corporation, hele bekende REIT. Denk aan een groot dividendaandeel als bijvoorbeeld in Johnson Johnson. Nou, vandaag de NASDAQ in de min en Johnson Johnson staat zelfs lichtjes in de plus. Of andere grote bekende, vooral waarde- en dividendaandelen, die gewoon wat stabieler zijn. Die misschien niet zomaar gaan verdubbelen in een jaar of twee of drie, zoals bepaalde groeiaandelen wel zouden kunnen doen. Maar voor stabiliteit zouden dit soort aandelen misschien interessant zijn om toe te voegen. Als je misschien wat pessimistischer bent over zeg, de kortere termijn, komend jaar, komende twee jaar, voor eventueel een recessie of iets dergelijks. Nou, optie drie. Dat is een wat interessantere, een wat diepgaandere misschien ook. Maar met optie drie zou je je portfolio echt kunnen verzekeren. En dat is eigenlijk door een soort hedge te nemen. Nou, Wat is een hedge? Een investment that is made with the intention of reducing the risk of adverse price movements in an asset. Nou, wat je dus ook hier links kan zien met deze afbeelding. A boat insurance is een verzekering voor je boot. Voor het geval een boot zinkt of wat dan ook dat je alsnog een verzekering hebt. En zo dus ook een verzekering voor je portfolio. Voor het geval dat de beurs instort dat niet heel jouw portfolio ook instort. Maar dat je toch een soort van verzekering hebt. Nou, er zijn verschillende instrumenten die je kan gebruiken daarvoor, maar een van de meest ja, gebruikte dingen zijn opties. Je hebt call-opties, put-opties, kan je ook verschillende dingen mee. Maar de meest makkelijke en meest gebruikte manier van een verzekering afsluiten is het kopen van een put-optie voor het geval dat de beurs instort, dat je toch een soort van verzekering hebt. Het is een beetje te vergelijken met een verzekering op een auto of op je huis of iets dergelijks. Je wil het liefst natuurlijk dat je verzekering zo goedkoop mogelijk is... ...maar dat je wel zoveel mogelijk alsnog kan profiteren van een eventueel ja, negatief uh, iets... Van een, hè, dat, dat, ...dat je huis in de brand vliegt of dat je je, je auto uh, totaal losrijdt of iets dergelijks. Uh, je kan natuurlijk een WA-verzekering afsluiten. Een WA-plus-verzekering voor ook je ruiten, maar ook een all-risk-verzekering. Nou, hoe meer je verzekerd krijgt, hoe duurder je verzekering natuurlijk... ...maar ook hoe meer je daaraan kan hebben... Zo ook bij je huis. Je kan een opstalverzekering nemen, maar ook een inboedelverzekering en ga zo maar door. En zo eigenlijk ook op de beurs met bijvoorbeeld putopties. Je kan putopties nemen die niet al te lang um, door kunnen gaan, misschien uh, een maand of een jaar, of zelfs langer dan een jaar. Je kan ze voor verschillende strikeprijzen kopen, dus op verschillende niveaus als het ware. Voor het geval dat de beurs maar 5% instort, of 10% of 15% of 20%, afhankelijk dus van je optie. Je kan je optie duur maken, je kan je optie goedkoop maken. Maar het is eigenlijk een soort verzekering voor het geval dat de beurs omlaag gaat. En het liefst wil je natuurlijk zo min mogelijk betalen. om zoveel mogelijk toch terug te krijgen voor het geval dat de beurs gaat zakken. Maar één hele belangrijke, want als men het over opties geeft, als men het over put-opties heeft. dan heeft men het vaak over wat het eventueel op kan leveren. Dus herstel de SP500 of de Nasdaq of wat dan ook, zakt met 20% en jij neemt een put-optie, dan kan je zo en zoveel terugverdienen. Maar een hele belangrijke, poed-opties zijn wel vrij prijzig. Maakt niet uit hoe je het bekijkt, over het algemeen zijn verzekeringen gewoon vrij prijzig... ...en dat is op de beurs niet anders. Dus als je echt veel wil verzekeren, dan is de kans groot dat die poed-opties ook duur zullen worden... ...en dat ze uiteindelijk, het grootste gedeelte in ieder geval, dat ze nutteloos zullen worden... ...dat ze je uiteindelijk ook geld zullen kosten. Nou, laten we het even hebben over poed-opties. Even in het kort, wat maakt een put-optie nou zo interessant? Want je zou bijvoorbeeld ook de beurs kunnen shorten. Dus dat je inderdaad gewoon profiteert van een daling. Uh, dus nou, je kan natuurlijk long gaan, investeren voor de lange termijn. Als je short gaat, uh, profiteer je juist als de beurs zakt. Maar het probleem een beetje met short gaan, is dat je ook oneindig veel geld kan verliezen. Dus stel je neemt een grote short positie en de beurs die stijgt flink. Nou, dan zal je short positie juist flink dalen. En dan heb je misschien nog steeds niet zoveel aan zo'n flinke stijging. En andersom, als je met het grootste gedeelte long bent en je hebt een short positie, nou dan zakt de beurs flink in, nou dan profiteer je van je short positie. Maar dan daalt je long positie en dan heb je er alsnog misschien niet zo heel veel aan dat je die uh, short positie hebt gehad. Nou, met een put optie kan je dus je, uh, je verlies eigenlijk limiteren. En het kan zo zijn dat je een limiet hebt van bijvoorbeeld nou, 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro, afhankelijk dus eigenlijk van je optie. Maar je potentiële winst kan alsnog oneindig zijn als de beurs maar flink genoeg gaat zakken. Afhankelijk van je strijkprijs en afhankelijk van hoe ver de beurs zakt. Nou, hier zie je ook even heel kort gezegd dat verschil. Dan zien we hier zo links eigenlijk een short. Nou, die gaat dus oneindig beide kanten op. Maar een poed-optie niet. Een putoptie heeft dus een limiet van de maximale verlies wat we dus ook net hier zo zagen. Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen, wat ik zelf ook aan het overwegen ben, is een putoptie op de Nasdaq en dan een putoptie met een strikeprijs van misschien net wat minder dan waar de beurs nu staat. En als de beurs dan inderdaad gaat stijgen boven dat niveau eigenlijk, dan zal mijn putoptie niks meer waard zijn. Maar dan zal de beurs misschien flink stijgen en dan zal mijn longpositie het goed doen. Maar als de beurs gaat zakken, dan kan je al heel snel met eigenlijk een soort van hefboom heel veel terugverdienen. En eigenlijk een verzekering op de beurs hebben. Nou, de beurs moet dan nog wat verder stijgen dan je strijkprijs. Maar alles daarboven, ja, dan zal je poedoptie exponentieel meer waard worden. Klinkt misschien ingewikkeld. En ik zal hier in een ander filmpje misschien wat dieper op in kunnen gaan. Laat me zeker even in de comments weten als je wil dat ik hier wat dieper op inga. In een ander filmpje opties. En uh, hoe dat nou precies werkt. Maar even als voorbeeld, makkelijk gezegd: stel, we hebben hier de SB500. En nou, die zit nu rond de 4456. En stel dat we denken dat de beurs misschien binnen een jaar of iets dergelijks gaat zakken. Want er komt misschien een recessie aan of iets dergelijks. En wij denken dat de SP 500 misschien gaat zakken naar de 4000. Misschien zelfs naar de 3600. Hier zo ongeveer, waar die in nou, eind 2022 was. En stel we nemen een putoptie. In mijn geval zeg een putoptie van bijvoorbeeld 300, 400 euro in totaal ongeveer. En ik neem een strikeprijs van, ik zeg maar wat, 4200. Dus nou, zeg even hier ongeveer. Dus even een uh, rechte lijn. Dus 2400 en zeg dat de beurs wat gaat zakken naar de. Ik zeg maar wat 4250, 4300 of iets dergelijks. Dan zal mijn putoptie niks waard zijn. Dan zal ik die 3400 euro gewoon verliezen. Dan wordt mijn putoptie niks waard. Maar zeg dat de beurs gaat zakken naar onder de 4200. naar onder mijn strijkprijs. Dan zal mijn putoptie steeds meer renteren. Dan zal die exponentieel meer waard worden. Dan zeg dat de SPR100 zakt naar. Echt een flinke daling naar de 3800. Hier zo ongeveer. Of naar de 3600. Dan zal ik dus exponentieel meer verdienen aan mijn putoptie. Dus hoe lager de beurs, hoe exponentieel meer ik kan verdienen met die putoptie. En daardoor is het dus ook een soort van verzekering, want met maar in dit geval 300-400 euro kan ik misschien mijn inleg vertienvoudigen, ver twintigvoudigen, afhankelijk van hoe ver de beurs zakt. Dus met mijn 400 euro, als de beurs, ik zeg maar wat, flink zak naar de 800, 900 of zelfs meer. dan kan die put-optie misschien 4000, 8000 euro, 10.000 euro waard worden. Dan zal mijn portfolio van op dit moment ongeveer 90.000 euro. die zal misschien ook wel flink zakken. Die zal misschien ook wel met 10.000 euro, 20.000 euro zakken. Maar als ik dan alsnog misschien 10.000 euro terugkrijg. is dat misschien een hele mooie verzekering geweest die me maar 400 euro heeft gekost. En dat is het mooie van opties. Dat is het mooie van bijvoorbeeld een put -opties. Uh, opties zijn relatief goedkoop, eigenlijk. Al worden de meeste opties wel niks waard. De meeste opties worden waardeloos. Maar als het zo gaat zoals je misschien verwacht, of in ieder geval in een soort worst case scenario, als bijvoorbeeld een hedge op je portfolio, is het mooie aan een optie, aan een put-optie in dit geval, dat ze relatief goedkoop zijn, maar dat je er wel oneindig veel mee kan verdienen met een soort van. Hefboom als de beurs in dit geval enorm zakt. Dus dat zijn even een aantal dingen die je zou kunnen doen. Drie dingen die je eventueel zou kunnen doen. Dus inderdaad, je cashpositie misschien wat opkrikken. Misschien wat stabielere aandelen toevoegen. Zeker als je heel veel groeiaandelen hebt. Als je heel veel volatiliteit in je portfolio hebt. En anders eventueel bijvoorbeeld een hedge voor je portfolio. Voor het geval we eventueel omlaag gaan. Dus eigenlijk een soort van verzekering. Ik denk dat het misschien niet heel verkeerd is om zoiets te doen. Uh, afhankelijk natuurlijk van je eigen situatie. Hoeveel heb je geïnvesteerd? Hoe belangrijk is dat geld voor je? Hoeveel risico wil je nemen? Ga zo maar door. Het is voor iedereen ja, eigenlijk afhankelijk uh, van zijn eigen situatie... of dit interessant is of niet. Wat ook het leuke is, want zo is iedereen's zeg, beleggingsavontuur anders. Iedereen heeft een andere situatie. Iedereen heeft een ander inkomen. Uh, iedereen heeft een andere leeftijd. heeft een andere situatie. Maar afhankelijk van je situatie... Is het misschien wel interessant om zoiets te doen nu dat aandelen toch wel zijn gestegen? Nu dat er nog steeds wel onzekerheid is en nu dat je daar misschien nog op kan inspelen. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Kleine blijf voor me zou ik echt waarderen. Ja, ik denk een heel interessant onderwerp. Laat me ook even in de comments weten als je wilt dat ik hier wat vaker op inga. Of ik misschien wat meer moet uitleggen over opties. Want ik krijg daar soms wel wat vragen over. En vergeet ook niet om even in de comments te kijken naar mijn Patreon en Discord. Die ik letterlijk gisteren heb opgestart. Ik heb er al een aantal vragen over gekregen. En als jullie daar nog wat meer vragen over hebben, laat het me gerust even weten. van Hoe het precies zit, wat je eraan hebt en al dat soort dingen. En dan zou ik weer zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.